Startgevallen, Jordy valt goed in het startschot, maar er zijn er aan de buitenkant een paar sneller, waaronder ook Tommy Kooijman alweer met zijn Nora As. En die neemt het veld op sleeptouw op weg naar de eerste bocht. Nora As op de tweede plaats, erachter is het dan Early Smiling. Dat is de rit van Dion Tesselaar en achter deze paarden komt dan aan de buitenzijde naar voren Gerco Impuls. Daarachter ligt hij er al mooi bij, High Speed Racy, paard nummer 5 in handen van John Dekker. En alle paarden die komen daar goed door die eerste bocht. Deelnemers komen zo dadelijk in de rechte lijn voor de tribune met nog altijd dezelfde oploper. En dat is die nummer 4, Nora As met Tom Kooijman. Nora As heeft een anderhalve lengte voor. Op de tweede plaats erachter Early Smiling. Binnenzijde voor High Speed Racy. Jordy aan de buitenkant, helemaal aan de buitenzijde, komt er dan een tussensprint van Drogba Apache. Achter Drogba Apache hebben we dan aan de binnenzijde Johan van der Wal. Hij heeft zijn Shake Hands in een goede uitgangspositie gebracht. En achter Shake Hands hebben we dan aan de buitenzijde Rob de Vlieger met zijn Gerco Impuls. Achter Gerco Impuls dan in het tweede spoor French Kiss. En achter French Kiss aan de binnenzijde Floral Girl, de laatste twee. Dat zijn paard nummer 10, Dora de Legume. En die wordt op een lengte gevolgd door onze Belgische gast Jeff Laurijs met zijn Kings Roday. Paarden die komen zo dadelijk aan de paal van de laatste 1000 meter. En het is daar dat Nora zijn tempo bepaalt. Heeft een halve lengte voor op de aan de buitenzijde opkomende nummer 6, Drogba Apache. Aan de binnenzijde Early Smiling krijgt koers op maat. Geldt ook aan de buitenkant voor Jordy. Daarachter is het nog altijd even hopen voor ruimte. Want John Dekker zit daar vast met zijn favoriet High Speed Racy. Achter High Speed Racy komt dan aan de buitenzijde ogenschijnlijk gemakkelijk mee Gerco Impuls. De binnenzijde is voor Shake Hands. Achter Shake Hands in het tweede spoor John de Leeuw, die wat dichterbij begint te komen met zijn nummer 11 French Kiss. Maar we hebben een compacte formatie. En dat belooft dus zo dadelijk een prachtige laatste rechte lijn te worden. Als de deelnemers nu halverwege de laatste bocht komen met nog altijd dezelfde koploper Nora's. Nora's, Drogba Apache daarachter in de wachtkamer. Early Smiling geldt ook aan de buitenzijde voor Jordy. Niemand heeft zijn troefkaarten nog uitgespeeld. En dus wordt dit inderdaad een fantastische laatste rechte lijn in het veld. Waaiert het een. En het is er nog helemaal niet bepaald wie dit gaat winnen. Nora's heeft nog altijd de leiding. Drogba Apache aan de buitenkant. Het loopt een geweldige koers. Helemaal aan de buitenzijde komt nu Barry Zwarts naar voren met Jordy. Maar die maakt in het heets van de strijd de galoppade. Had de overwinning eigenlijk al op zak. Twee, het is inmiddels aangekocht op Kooijman. Nog altijd met zijn Nora's. Nora's lijkt aanvallen komen. Want daar is aan de buitenkant nummer 11. French Kiss. French Kiss komt nader. High Speed Racy komt te laat. Maar deze is voor Thomas. Nora's pakt hem. Hij wint het voor French Kiss. En op de derde plaats daarachter dan het nummer 5 van High Speed Racy. En daarachter Early Smiling. Dat is de voorlopige uitslag van de Prix Freeway. Fortuna.